Marieke, leuk dat je er bent. Dankjewel voor de uitnodiging. Bij Business Revolution, 2 november, vandaag is het. En wat, wie ben je, wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben Lieke van de Printen. Ja. Samen met mijn partner Marco de Jong hebben wij een vastgoedbedrijf, Gideon Wonen. Ik had gelijk een motor ziet. Ja, ja, heerlijk. Wij kopen, verbouwen en verkopen woningen. Oké, en wat is de reden dat je deelgenomen hebt aan deze dag? Wij hebben een ondernemersontbijt gevolgd. Ja, oké. Bij een gemeente waar wij te gast waren. Oké, ja. Daar hebben we jou leren kennen. Ja, en toen dacht je, heel leuk, ik ga meedoen. Geïnspireerd geraakt. En nu ben je. Ja. Wat is jou tot nu toe het meest bijgebleven van deze dag? Dat je buiten het stellen van je doelen, dat je ze moet stellen. Ja. Maar dat je ze ook moet evalueren en dat je er tijd voor moet. Juist. Evalueren, tijd nemen, precies. Ja. Dat je ook in de rust moet komen. Je mindset. Ja. Ja, je mindset, je mentale inzet, echt inzetten wat je kan om je doelen te bereiken. Ja, en wat ik heel erg mee heb gekregen van deze dag is dat het een ook een bewustwording moet zijn. Dus je bent voornamelijk, wat je aan het begin aanhaalde, bezig in de red race. Ja, 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 dat is makkelijk om je daaraan over te geven. En voor ons is het goed om stil te staan bij waar we mee bezig zijn. Juist. Dat is waar we willen komen. Heel goed. Nou, dankjewel. Dankjewel voor het interview en nog een fijne dag verder, want we gaan nog even lekker door, oké? Top. Dankjewel. Super. Dankjewel.